Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 speelde afgelopen dinsdagavond een competitieduel tegen Barendrecht. Veel kijkplezier bij de samenvatting. Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen. Ik vind het een terechte uitslag. En weet je, all to play voor, zo nu nog. Dus we kunnen Barendrecht nog steeds op 4 punten zetten. We hebben nog een wedstrijd minder. Dus daar moeten we gewoon voor gaan en gewoon kopje erbij houden. En weer de nul houden. Weer de nul houden, ja. Ik heb een korte afspraak met mezelf dat ik evenveel tegendoelpunten zou krijgen als wedstrijden. Dus deze dragen er wel mooi aan bij. Ja, ik had het idee dat hun er wat doorheen zaten en dat wij nog net even door konden drukken. Maar uiteindelijk is hij niet gevallen. En Barendrecht heeft ook nog wel de tweede helft kansen gehad. Een kopbal vanuit de vrije bal op de paal. Maar ja, zo hebben wij ze ook wel gehad. Dus ik vond het een mooie wedstrijd. Met twee goede ploegen.
Twee ploegen met echt een goed plan, goed idee van voetballen. En uiteindelijk een 0-0. Zo blijft het dus spannend bovenin. Zaterdag gaan we uit naar Lisse. Bedankt voor het kijken en heel graag tot dan!